Ik ben Leon van der Heijden, ik ben hoofdtrainer en dat betekent dat ik hier in Dierenpark Emmen en in Wildlands verantwoordelijk ben voor alle trainingen die we doen met onze dieren. Straks in Wildlands krijgen we een tropische vogelshow in Djungola. En hier in Dierenpark Emmen ben ik vooral bezig met de training van de olifanten en de pelsrobben. Vandaag mogen jullie mij volgen bij deze trainingen. We staan nu bij de olifanten buiten en we hebben zojuist een training gedaan met de olifanten. En daar trainen we ze om vrijwillig mee te gaan werken aan hun eigen verzorging. Nou, de meeste gezondheidsproblemen bij olifanten doen zich voor in hun voet. We hebben de dieren ten eerste geleerd om een target aan te raken, een bamboestok in dit geval. En op die manier kunnen we de dieren sturen. En we zijn bezig om de dieren te leren dat ze hun voet aangeven. Dus met de ene target raakt ze met hun hoofd aan en de andere target raakt ze met hun voet aan. En als ze dat goed doen, dan horen de dieren een fluit en dat betekent voor hun goed gedaan. Je kan een beloning verwachten en in dit geval is dat brood. Ja, de olifanten moeten ook verhuizen natuurlijk en daar heb je een enorm grote verhuisdoos voor nodig. Nou, er wordt echt een transportkist en ook dat gaan we zoveel mogelijk getraind doen. Zodat ze in januari kunnen gaan verhuizen naar Wildlands. Hoe meer de dieren vrijwillig doen, hoe minder eng het voor ze is, dus hoe minder stress het oplevert. Straks in Wildlands wordt het voor de dieren qua gebied sowieso een stuk groter. Daarnaast wat ik ontzettend mooi vind is dat het grootste gedeelte van de kas in Wildlands wordt hun nachtverblijf. In tegenstelling tot wat ze nu hebben is het dan een nachtverblijf met een zachte ondergrond, met water, met ruimte. En ze hebben natuurlijk ook nog eens een keer een heel groot buitenverblijf erbij met hele enorme waterpartijen waarin ze kunnen gaan zwemmen. En voor de meeste dieren wordt het gewoon de eerste keer dat ze zoveel water zien. Dus het wordt, wordt heel erg leuk om te zien, denk ik. Ja, we staan hier nu bij de pelsrobben in hun huidige verblijf, wat op zich al een heel groot verblijf is voor deze dieren. Maar straks als ze gaan verhuizen naar Wildlands, dan komt er zeker qua landoppervlak nog een heel groot gedeelte bij. Ze komen in het gedeelte Nortica, waar onderzoek wordt gedaan naar de natuur. En we gaan met deze dieren ook een show geven waarin deze dieren op hun eigen natuurlijke wijze gaan meehelpen in dat onderzoek. Nou, hier zijn we natuurlijk ook al aan het trainen voor straks in Wildlands. En we trainen gedragingen zowel voor hun gezondheid als voor de show. En qua gezondheid moet je dan denken aan de dieren blijven mooi rustig liggen. We mogen ze overal aanraken, we kunnen in hun mond kijken. En voor de show kan je denken aan een sprong of dat ze bijvoorbeeld op de rots gaan klimmen. De verhuizing van deze dieren gaan we ook getraind doen. Dus we gaan deze dieren leren om vrijwillig de verhuiskist in te lopen, deurtje achter hun dicht te kunnen doen en dan zijn ze klaar voor transport naar Wildlands. Ik denk dat deze dieren vrij snel gewend zijn aan hun nieuwe verblijf. Ze zullen snel het water opzoeken, daar houden ze van. En daar zitten geen gekke dingen in. Het landgedeelte wordt wel nieuw voor hun, dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze daarop gaan reageren. Koop nu een voordelig abonnement tot en met eind 2016 en bezoek dit jaar Dierenpark Emmen en volgend jaar Wildlands.